Hoi hoi allemaal, we zitten lekker buiten, want het is een prachtige dag in Nederland. Ik wilde graag even met jullie delen dat ik een ontzettend leuk gesprek heb gehad met Anneke. Anneke is een dame die een spierziekte heeft en daardoor jammer genoeg in een rolstoel zit, maar dat houdt haar niet tegen, want ze duikt al jaren. Anneke is een ontzettende leuke en gezellige vrouw die zich echt door niets of niemand laat tegenhouden. Jaren geleden deed ze eens een keertje een probeerduik en sindsdien is ze compleet verkocht aan duiken. Nou, onder vrienden, duikbuddies en volgens mij door heel Egypte staat ze beter bekend als duikmuisje. Nu zo'n 10 jaar en ongeveer 1100 duiken verder praten we samen over hoe die gekte voor haar nou eigenlijk is begonnen. Wat ze persoonlijk uit de activiteit van duiken haalt. Wat haar mening is over duikprofessionals met en zonder training. En specifiek IHD of zoals ik het noem IAD-training. Maar we hebben het ook over de hype van het duiken met mensen met een beperking. En de commercie van dit alles. En deelt ze haar ideeën over mensen met een soortgelijke aandoening of een andere fysieke beperking die aan het overwegen zijn te gaan duiken. Nou, ik vond het een heel gezellig gesprek. Ik heb ontzettend gelachen en weer veel geleerd. Wil je ook graag weten wat Anneke of de duikmuis te vertellen heeft? Blijf gewoon lekker kijken. Bij de meeste buddies bekend als duikmuisje eigenlijk. Ik heb een spierziekte, maar mijn levensmotto is: de spierziekte heeft mij niets. En dat houdt me sterk. Ik ben zeg maar ongeveer alles bij elkaar nu 10 jaar aan het duiken. Ik had een proefduik gemaakt in Driebergen in een zwembad. Direct al vanaf die proefduik in het zwembad dacht ik, dit is het. Ik ben eigenlijk verslaafd aan duiken. Nou, dan kan je beter aan duiken zijn als aan drugs. Duiken hou je niks aan over, drugs wel. Ik heb geskiet, ik heb gemountainbiked, ik heb gesurfd. Allemaal echt fanatiek. Als ik iets niet meer kan vanwege uitval van spieren die niet meer terugkomen, zoek ik wel weer wat anders. Direct al vanaf die proefduik in het zwembad dacht ik, dit is het. Als ik een uur ga duiken, wat voor mij eigenlijk te kort is, dan ben ik een uur gezond. Zodra ik onder water ga, ben ik gezond. Ik moet wel eerlijk toegeven dat het aan- en uitkleden is hel. Als ik met mijn kunst bezig ben, ik maak dan die bronzen beelden, ik schilder, speel violen op hoog niveau. Als ik daarmee bezig ben, vul mijn geest op met mooie dingen, maar mijn lijf is gewoon shit. Als ik ga duiken, vul ik mijn geest op met mooie dingen die ik daar tegenkom. Ik ben in topconditie onder water en geestelijk en lichamelijk. En dat heb ik niet met beelden maken of met muziek. Het proces bij mij is eigenlijk begonnen met hier de theorie te doen. De praktijk heb ik dan in Egypte gedaan, was een hele strenge instructeur. Na mijn duiken ben ik meteen 4 weken door gaan duiken in Sharm el-Sheikh. Ik kon heel goed duiken, ik had vrij snel mijn balans. Ik wapper ook al vrij snel niet meer met mijn handen. Maar ik keek wel overal tegenop, dus ik was heel onzeker. Hij was niet ervaringsdeskundige op gebied van gehandicapte duiken. Nou ben ik zelf wel gebekt. Ik heb hem wel alles uitgelegd, veiligheidshalve. Ik had er toch een feeling voor. Tuurlijk is het interessant om met mensen met een handicap te duiken. Ik blijf het handicap noemen. Ja, doe maar. Het is een handicap. Dat je het vanuit een passie doet, vanuit je hart doet, dat heeft mijn voorkeur. En niet omdat je het interessant vindt of om een plasticje te halen. Je kunt wel zeggen als je gezond bent van, is leuk, top, ik ga de IAHD doen. Ik ga met mensen met een beperking of handicap of noem het maar, geef het maar een naam. Daar wil ik mee gaan duiken, vind ik leuk. Is niet altijd goed. Ik bedoel, het kan je ook helemaal niet liggen. Je kan het wel leuk vinden, maar je kan ook wel 2 linkerhanden hebben op gebied. Je kunt wel een stuk empathisch vermogen missen bij iemand met een handicap. Niet iedereen kan duiken met mensen met een handicap. Nee, ik vind het wel, ik vind het niet een stempel zoals je zegt van nou, stel dat ik in een duwrolstoel zit en jij duwt mij en we gaan in de winkel en ze vragen jou, kan ik u helpen? In plaats van mij. Van mij mogen de stempels opkomen. Het is ook veiligheid. En een duikschool weet waar die aan toe is. Ik boek jou zonder iets te zeggen. Daar kan je niet mee omgaan als je dat duikcentrum hebt. Dat lukt niet. Nee, ik vind wel dat er... Dat er extra hulp beschikbaar moet zijn voor mensen die dat inderdaad nodig hebben met een handicap.
De begeleiders moet niet een commerciële business gaan worden. Ga je dat doen als ik een duikschool heb of een duikcentrum in, noem het op, Egypte? Jij vraagt 50 euro meer voor iemand met een handicap. Dan denk ik, als ik daarnaast zit, nou, business. Ik ga met mensen met een handicap duiken, dan vang ik in ieder geval wat meer. Nee, ik heb echt een aversie tegen commercie. Wat handicap betreft zeg ik nee. Het is triest voor de persoon die gehandicapt is, want het zijn al melkkoetjes. Maar aan de andere kant, als ik een duikschool heb, ben ik wel zo reëel dat ik zeg van ja, hé, ik vind het heel triest dat jij de handicap hebt. Ik ben heel blij dat je bij ons komt duiken. Maar dan moeten wel 2 of 3 gidsen van mij met jou mee. Hard hoor, wat ik nu ga zeggen. Die anders 4 duikers mee kunnen nemen. Maar nu hebben ze er maar 1 bij zich. Dus dat is iets waar ik eigenlijk nog niet uit ben, omdat ik ben geen zakenvrouw. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet voor iedereen haalbaar. Iedereen met een handicap kan het willen. Maar of het haalbaar is, is een tweede. Het moet wel haalbaar zijn. Je moet ballen hebben. Je moet echt niet aan je handicap denken. Die moet je opzij kunnen zetten. Want als je daar constant in zit, in je handicap, dan red je het niet. Als je echt de kracht in je wil hebt en je vindt het zo geweldig om te doen, ga bij jezelf te raden waarom je wilt gaan duiken. Waarom wil je gaan duiken? Omdat je wil zwemmen, dan kan je beter naar een zwembad gaan. Aan mensen heb ik een rijkdom bij, aan onderwaterfotografie heb ik een rijkdom bij. Aan biologie is prachtig, de onderwaterbiologie is heel erg mooi. En het gezond zijn iedere keer toch weer mogen ervaren, dat je dat niet kwijtraakt. Dat je het gevoel van gezond zijn iedere keer weer terugvindt onder water. Hey, hartstikke leuk dat je er nog bent en ik hoop dat deze informatie nuttig voor je is geweest. Ik vond het in ieder geval een ontzettend leuk gesprek en ik ben heel erg blij dat ik Anneke, de duikmuis, heb mogen leren kennen. Zit je nou zelf ook te overwegen om te gaan duiken? Neem gewoon even een kijkje op mijn website bij de FAQ. Ik doe het linkje onderin. Of ga meteen direct naar de website van de IAHD, International Association of Handicapped Divers. En kijk waar het dichtstbijzijnde duikcentrum zit of een instructeur die jou kan leren. Zoals gezegd, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!